Evi Hansen, bekend als sidekick van Ruud de Wild en voormalig presentatrice van Expeditie Robinson, pleit vervent voor strafrechtelijke vervolging van figuren zoals Yvonne Koldewijer. Volgens de Vlaamse presentatrice is het hoog tijd om actie te ondernemen tegen influencers zoals Yvonne, die zij als een verwerpelijk fenomeen in het medialandschap beschouwt. Het is bizar. In Vlaanderen hebben we zoiets niet, en daar ben ik heel blij om, deelt ze in de radioshow van Ruud de Wild, waar ze als sidekick optreedt. Evi is van mening dat er wetgeving moet komen om dergelijke praktijken te reguleren. Ik bedacht me, nu het nieuws over die juiste kanalen de spuigaten uitloopt, zou er geen wetten moeten zijn voor sociale media? Zou het niet verboden moeten zijn om nieuws of zaken naar buiten te brengen die niet strafbaar zijn, zoals bijvoorbeeld overspel, oppert ze? Hierbij stelt ze voor dat het openbaar maken van informatie, zoals het vreemdgaan van een bekende Nederlander, zoals Nielsen, strafbaar zou moeten zijn. Dat wordt nu gewoon gedeeld door iedereen. Maar eigenlijk zou dat toch strafbaar moeten zijn, het naar buiten brengen, vraagt Evie zich af. Ze benadrukt dat dergelijke onthullingen niemand schade en geen crimineel gedrag vertegenwoordigen. In haar ogen is het hoog tijd voor aanpassingen in de wetgeving. Zomaar alles op straat gooien wat niemand anders echt schaadt en een aangelegenheid is, dat hoort niet. Daar mag je zeker geen geld mee verdienen, voegt ze eraan toe. Ruud de Wild sluit zich aan bij Evi's standpunt en vindt het zelfs een goed idee als Yvonne strafrechtelijk kan worden vervolgd in dergelijke situaties. Het lijkt mij heerlijk. Het lijkt mij fantastisch, voegt hij enthousiast toe. De laatste tijd heeft Ruud zelf te maken gehad met Yvonne's onophoudelijke beweringen op haar platform, waarbij ze zijn vermeende relatie met Faya Loerens onder de aandacht brengt. Hij zei, ben ik niet duidelijk geweest? Hij werd echt helemaal wild, deelt Evi.